Must I remind you of my superiority? Light up, will ya? Stay down. Wakey, wakey! Marvel vs. DC is een strijd in stripboekland die fans al jaren bezighoudt. Maar wat zou er gebeuren als de DC-characters door een samenloop van omstandigheden het ineens met elkaar aan de stok krijgen? Dat er dan in ieder geval een hoop rake klappen vallen, bewijst de nieuwe fighting game Injustice Gods Among Us. Man's aggression cannot be tempered, only quelled. We are here to save mankind. So many lives lost because I held back. In Injustice staan de verschillende superhelden en schurken binnen het DC-universum centraal. Dat betekent dat we met en tegen bekende personages als Batman en Superman mogen vechten. De ontwikkelaar heeft namelijk een realiteit gecreëerd waarin Superman door een samenloop van omstandigheden een dictator is geworden. Batman heeft niets met deze manier van reageren en organiseert het verzet. Vrijwel alle bekende gezichten uit het DC-universum hebben zich aangesloten bij een van deze twee kampen. Injustice is voorzien van een complex en goed verhaal, een bijzondere prestatie voor een fighting game. Gevechten worden afgewisseld met tussenfilmpjes die de aandacht vasthouden door de geweldige voice acting. De dialogen tussen de verschillende personages loodsen je makkelijk van gevecht naar gevecht. Jammer is dan ook dat de tussenfilmpjes er grafisch slecht uitzien. Een vreemd probleem, omdat de daadwerkelijke gevechten wel prachtig ogen. Pas als er een cutscene begint gaat de kwaliteit van het beeld aanzienlijk achteruit. Plotseling zijn de personages een stuk minder gedetailleerd en vooral het uiterlijk van de stad kan anno 2013 echt niet meer. Gelukkig zien de gevechten er zoals gezegd een stuk beter uit. De strakke pakken van de vechtersbazen hebben felle kleuren en er is veel aandacht besteed aan de details. Een van de grootste pluspunten van deze game is het fantastische rooster aan klassieke DC-karakters waar je aan kunt kiezen. Maar daar blijft het niet bij wat fanservice betreft. Ook van de verschillende arenas waar de gevechten plaatsvinden zullen veel hartjes sneller gaan kloppen. Er zitten in iedere map wel een paar easter eggs verstopt die de echte fans vast en zeker zullen waarderen. De interactiviteit van deze maps laat je zelfs gebruik maken van de indrukwekkende achtergronden. Zo kun je bijvoorbeeld een grote glazen bol uit de arena van Aquaman naar je vijand smijten. Naast deze interactieve objecten bestaan de levels uit Injustice uit verschillende niveaus, waar je met een beetje strategie je tegenstanders naartoe kunt trappen. Het is natuurlijk geen uniek concept, maar het blijft erg vet om vijanden moeiteloos door muren te slaan. En nu we het toch over vette momenten hebben, met de Hypercombas gaat NetherRealm Studios helemaal over de top. De Flash rent letterlijk een rondje om de aarde als aanloop voor een superslag en Batman gooit de hele inhoud van zijn Utility Beam naar zijn vijanden. Onder de nieuwe flitsende elementen gaat gelukkig ook een robuust vechtsysteem schuil. Het vergt wat oefening om alle systemen onder de knie te krijgen, maar de uitgebreide tutorial leert je in een paar stappen de basis. Met het uitspelen van de verhaalmodus leer je dan spelenderwijs de plus- en minpunten van iedere superheld. Gelukkig is het online een feest met Injustice Gods Among Us. Er zijn genoeg modi om je weken zoet te houden en zelfs het meekijken met de knokpartijen van andere spelers is verrassend vermakelijk. Vooral omdat het zo gemakkelijk gaat. Injustice Gods Among Us is op eigen kracht al een zeer goede fighting game, maar wordt pas echt geweldig als je een DC-fan bent. Zonder enige kennis van Superman en de andere karakters is er echter ook genoeg lol aan deze game te beleven, omdat er voldoende vernieuwende elementen zijn toegevoegd om ervoor te zorgen dat dit niet de zoveelste fighting game is. Als je Iron Man en zijn Marvel maatjes niets aanvindt en toch op zoek bent naar een goede vechtgame met superhelden in de hoofdrol, dan kun je Injustice niet laten liggen.